Dag 1 van het KLM Open is bijna ten einde. Het is in ieder geval tijd om terug te blikken. Dat doen we met twee kenners, twee commentatoren van Sport 1, Gerard Louter en Rolf Muns. Ik ga even met jou beginnen, Gerard. Dag 1 was de dag van... Miguel Angel Jiménez, dat is duidelijk. Min 6, leider, ronde 64. Robert-Jan Derksen zei het net in de persconferentie, hij speelde met hem, hij weet het beste van iedereen. Het was briljant. En Jiménez is al de oudste winnaar op de European Tour. 49 jaar, wordt in januari 50. Dus hij kan nog even op iets oudere leeftijd een toernooi gaan winnen. Dus ja, het zou heel bijzonder zijn. Wolf, je hebt hem de hele middag gevolgd in de uitzending. Was hij inderdaad bijna fenomenaal? Nou, hij was echt soepel. In die zin dat ik wil zeggen dat hij lekker door bleef draaien. Meestal aan het einde van de ronde wordt het wat stroever bij hem. En dan begint hij wat bal op links te missen. En nu zat hij echt pin perfect point erop. Omstandigheden ging het vooraf in ieder geval heel veel. Maar eigenlijk op één vreselijke hoogstbui in de middag na was het een zeer behoorlijke dag. Absoluut. De wind kwam af en toe even op. Dacht je, nu gaat hij aantrekken. Maar daarna werd het weer wat minder. Dus er kon gescoord worden. Nou, je zag dan Jiménez 6 onder, een paar spelers op 5 onder par. En Wil Besseling als beste Nederlander op min 3. Opvallend, Wil Besseling. Speelt de Challenge Tour. Zou in Oekraïne kunnen spelen. Veel mensen zeggen had eigenlijk moeten spelen. Want hij moet zijn kaart daar zien veilig te stellen. Heeft daarvoor gekozen KLM Open te spelen. Wilde gewoon heel graag in Nederland spelen. En ja, hij heeft vandaag bewezen dat het tot op heden, ronde 1, een goede keuze is geweest. Ja, zijn we automatisch bij de andere Nederlanders aangekomen. Laten we eerst even naar, tussen aanhalingstekens, maar de grote Nederlandse drie, de vaste bespelers van de Europese Tour kijken. Overal, wat vind je van hun drie? Rustig en gedegen begin, beetje afwachtend. Nog geen vuurwerk. Luiten min 1, Derksen Lefebvre, level par. Ja, een beetje afwachten. Morgen wel opletten, want voordat je het weet een paar bogies en dan is die er gedaan. Zo speelt die baan, maar hij speelt het zachter. Birdies zijn zeker te halen, we hebben het al gezien. Jiménez, min 6, min 5, grote groep, min 4 erachteraan. Spelers gaan onder par, dus het moet kunnen. Heb je een idee waar de kut komt te liggen? Nu zou het plus, ik geloof level par zijn, ja. Hè, op dit moment. Ja. De weersvoorspelling is een beetje hetzelfde. Dus ik denk dat we vanuit moeten gaan dat het gelijk par gaat worden morgen. Dus het wordt een spannende dag voor Lefebvre, voor Derksen. Voor Luiten ook. Ja, voor Luiten kijken we natuurlijk vooral omhoog. Hij baalde enorm, min 1. Had gewoon echt min 3, min 4 moeten zijn. Zijn eisen waren heel matig, miste heel veel rechts. Stond na de ronde nog zeker een uur op de driving range, in de regen deels. Continu aan het kijken. Ze bleven naar rechts gaan. Dus ik hoop dat hij het er nog uit heeft weten te krijgen. Lefebvre sloeg alles naar links. Heel veel naar links. Heeft heel hard moeten werken voor zijn level par. Derksen degelijk. Goede birdie op 17. Dus ja, laten we hopen dat de drie in ieder geval doorgaan. En dan hebben we natuurlijk nog een paar andere namen, Rolf. Ja, gebroeders Kind. Allebei op 1 onder. Jurgen van der Vaart in de baan op 1 onder. Die speelt eigenlijk in Amerika, maar heel blij om hier te zijn. Ik denk dat we dan... Ja, de jongens op level par dan Lefebvre en Derksen, wat je net al zei, die moeten opletten. Maar het is sowieso opletten, ook min 3. Het is niet gegarandeerd. Natuurlijk is het een lekker voorsprong. Je staat in top 10. Maar voordat je het weet, zit je op level par en als de kut op min 1 zit, dan lig je eruit. Dus dat is heel lastig. Erbij blijven, wachten op de birdies. En zoals Derksen laat zien, als je geduldig blijft, kom je gewoon met level par binnen. Maak je 3 birdies op het einde, dan zit je op 3 onder. Als je nog even, jij noemt de soepelheid van Jiménez. Dat gaat, als je voor het hele toernooi wil kijken met zijn score van vandaag, gaat dat echt een factor worden dan? Is het voor hem bijna op zijn leeftijd niet meer te doen om 4 dagen zo te spelen? Nou, zo bedoelde ik, en dit is iets waar je gewaar op moet zijn. Als je aan het einde van je ronde komt, kan het wat stroever gaan. Als zijn onderlichaam niet draait, dat hebben we nu een aantal keer gezien in de uitzending van Sport 1, afgelopen toernooien, dan gaat hij de ballen omtrekken naar links. Nou, voor andere spelers geldt dat net iets anders. En dat betekent dus dat hij daar met zijn caddy over gisteren. Ja, ja, dat klopt wel. Dus vandaag had hij het goed in de smiezen. Als hij dat in de smiezen blijft houden, ja, dan zien we waarschijnlijk op zondag met de beker. Ja, dat zou wel sensationeel. Jij staat al driftig ja te knikken. Jij gelooft daar heilig in. Nou, ik geloof er heilig in. Hij zit nu ongetwijfeld aan de rode rioja en aan een dikke sigaar. En daar blijf je soepel van. Dus ik denk dat Jiménez, die gaat het zeker 72 holes volhouden.